Wie kent Tom Dice niet? Met zijn deelname aan het Eurosong Festival, met het prachtige nummer Me and My Guitar, deed hij al heel wat harder sneller slaan. Daarom ben ik super blij jullie al een voorsmaakje te kunnen aanbieden van zijn nieuwste album. Tom, eerst en vooral proficiat met je nieuw album. Waarom de titel Hard for Sale? Ja, het ligt een beetje voor de hand eigenlijk. We hebben er lang aan gewerkt met de band, met de producer en ons ziel, ons hart in de nummers gelegd. En hij ligt sinds vandaag in de winkels, dus vandaar Hard for Sale. Het was echt geweldig, het was echt goed. Ik heb er heel hard van genoten en de nieuwe CD is echt geweldig. Wat is jouw favoriet nummer op het album? Het eerste nummer, Starting a New Life. Ja, omdat dat is iets wat de mensen direct kan meenemen. En ja, het is ook Starting a New Life is zo'n beetje... Ja, het begin van het album ook. Mensen te tonen van kijk, ik begin iets nieuws, een nieuw album, een nieuw leven. Kato, wat vond u van het nieuwste album van Tom Dice? Ik ben eigenlijk niet naar de eerste showcase geweest, maar ik vond het heel straf. Ik denk dat er heel goede nummers tussen zitten en de band vond ik ook heel goed. Dus ik vind het goed dat hij meer de ruigere kant aan het opgaan en ik vind dat wel leuk. Ik vind dat hem echt past, dus ik ben al fan. Maar het is toch een bewuste keuze om niet alleen te ontroeren. Dat aspect wil ik zeker behouden om mensen te ontroeren, maar ik wil ze ook meekrijgen. Ik wil ja, veel ambiance. Dat is waar je het voor doet als artiest, om de mensen mee te krijgen. Ze zowel een goede avond bezorgen als ze een traantje te laten wegpinken. Dus we proberen daar een beetje een evenwicht tussen te vinden. En wat is je favoriete nummer vanuit het album? Ik vind die Hard for Sale vind ik heel leuk. En voor de rest is dit de eerste keer dat ik het gehoord heb. Dus ik weet het nog niet goed, maar er waren wel... redelijk wat nummers waar ik echt van onder een indruk was, dus... Na je deelname aan het Eurosong Festival, nu al je tweede album, zijn er nog dromen die je hebt van, dat zou ik nu echt willen doen? Ja, gewoon zo lang mogelijk muziek maken. Ik hoop echt dat ik dit tot mijn laatste dag hier op aarde mag blijven doen. En ja, gewoon op zoveel mogelijk plaatsen mijn muziek te mogen delen met de mensen. Ik zal heel eerlijk zijn, ik kan momenteel niet echt objectief zijn, want Tom is intussen een beetje een vriend geworden en meer dan een collega. Dus ik ben hier vanavond vooral als vriend. Ik was eigenlijk een beetje zenuwachtig in zijn plaats, want je ziet ook, er zijn hier heel veel mensen. En ik vind dat hij het heel goed heeft gedaan. Hij trouwens niet alleen, maar ook de jonge band die naast hem staat, of achter hem staat. En ik denk dat vooral heel leuk is om te zien, dat zijn allemaal jonge gasten die er heel veel goesting in hebben. En ik hou er wel van. En een favoriet nummer dat uit het album springt voor u? Ik moet zeggen, ik ga straks zijn cd kopen, zijn album kopen en ik ga dan een keer rustig beluisteren. Want ik ben iemand die, als je hier bent, dan hoor je de muziek, maar ik ben ook iemand die heel graag luistert naar de teksten. Het is pas als je de teksten een paar keer hebt gehoord dat je echt kunt zeggen, vind ik persoonlijk, dat vind ik echt een goed nummer. Ik heb mogen live aanschouwen wat het nieuwe album van Tom Dice inhoudt. En het is gewoon pure klasse, trots om Belg te zijn en trots om te mogen zeggen... dat Tom Dice een maat is. Heb je ook een boodschap voor Arish die nu naar het Eurosong Festival gaat en die onze hoop wordt eigenlijk voor het Eurosong Festival? Wel, ze is nog heel jong en dat moet ze vooral uitspelen. Het is heel belangrijk gewoon dat ze haarzelf blijft en dat werkt altijd het beste op een podium.